En tot slot ook nog wat ander nieuws. De voormalige zandwinning Biesterveld wordt langzamerhand omgetoverd tot een natuurgebied. Maar ze zijn nog lang niet klaar met alle plannen. Het moet een rustig natuurgebied worden waar rekening wordt gehouden met mens en dier. 30 jaar geleden gingen de deuren dicht van de zandwinninglocatie Biesterveld. Al die tijd is het gebied niet toegankelijk geweest voor het publiek. Maar daar komt verandering in. Eigenaar De Beijer BV heeft grootse plannen om dit gebied om te toveren tot een rustig natuurgebied. Waar iedereen kan genieten. We zijn al wat lang aan het kijken wat kunnen we ermee. Maar we hebben ook wat last gehad van krakers. We hebben allerlei wilde illegale houseparties zijn hier geweest. Dus we zeggen, we willen hier ook wat mee doen. En dat is eigenlijk zo'n mooi gebied. Het zou ook heel mooi als we dit kunnen openstellen voor de omgeving. Maar natuurlijk wel met een plan erachter. Het plan is om een gebied te creëren met wandel- en fietspaden, een strandje en ongeveer 100 recreatiewoningen. Dus eigenlijk is de bedoeling dat we hier een kleinschalig recreatiepark gaan starten. Wat echt in de omgeving opgaat en ook bezoekers die ook komen voor de omgeving. Hè. Dus voor de natuurwaarde, de Millingenwaard, maar ook een keer naar Nijmegen gaan. Dus de mensen moeten wel passen, de bezoekers moeten passen bij dit gebied. Het is dus niet de bedoeling dat de rust in dit poldergebied ineens gaat verdwijnen. Er wordt rekening gehouden met de natuur en de dieren die hier voorkomen. Dus we hebben een ecologisch bureau laten kijken. Die hebben gekeken, er zit een das, er zit een bever, we hebben te maken met vleermuizen. Toen hebben we gekeken, wat kunnen we dan nog? En dan zeggen we, er is een heel stuk waar we eigenlijk, dat moeten we met rust laten. Want daar willen we met name natuurlijk ook de dieren, moeten daar gewoon rustig kunnen blijven. Maar er zijn genoeg stukken waar we de natuur kunnen omarmen en waar we meer natuur kunnen maken. Dus bepaalde agrarische percelen, die gaan we tot natuur omtoveren. Dus daar komt aanplant, daar komt bebossing. Dus het wordt eigenlijk, we trekken eigenlijk het gebied door. En bij het recreatiepark wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken. Is ook een park wat niet in zichzelf gekeerd is. Maar de mensen moeten ook de deur uit. Die moeten gaan eten in Millingen. Of een Leut of een Ooi. Die moeten met de fiets de omgeving gaan bezoeken. Dus er komt op dit park ook geen winkel. Het is ook geen centerparks. Het is geen Peter Gillis-achtige toestanden. Zwembaden, glijbanen. Dat komt er allemaal niet. Het blijft allemaal klein. Zo betrek je dus de omgeving hier ook bij. En heeft de omgeving er ook wat aan. Want dat is gewoon heel belangrijk. Want anders kan het op lange termijn ook niet blijven bestaan, zo'n park.